Ik denk dat het voor Dubbeldam een aanwinst wordt. Dus zitten ze nu op het Damplein even in de rommel, want de herinrichtingswerkzaamheden zijn begonnen. Nou ja, het is niet anders en we zitten al 20 jaar te zeuren over een nieuw plein en nu moeten we het accepteren. En we zijn blij met hoe de plannen er dadelijk uitzien. Tenminste, ik wel. Ik ben er enthousiast over. Het wordt een mooi winkelgebied en het wordt een aantrekkelijk winkelcentrum voor Dordrecht. Want ook Dordtenaren komen wel eens in Dubbeldam. Ik kom uit Dordrecht, dat is een heel eind verder hier. Dus we halen hier vis natuurlijk. Dat is de beste vistent van Nederland. Maar de plus, daar gaan we ook wel eens naartoe. Ja, de plus. Natuurlijk komen hier ook Dubbeldammers. Een echte Dubbeldammer. Hij heeft zo zijn twijfels. Nodig vond ik het niet, maar ja, wie beslist? Zo komt het er uiteindelijk uit te zien. Ik heb het een tekening gezien in de krant. Ik denk dat het beter wordt. Ja. Het enige zou kunnen zijn dat je als, ik weet het niet, dat je als fietser gewoon hier niet door kunt rijden. Echte overlast voor de klanten van het winkelhart is er nog niet, zegt de slager. Nog niet. Maar als het parkeerterrein eruit gaat, dan zal het wel wat plekken gaan kosten. Je bent nu hier in de straat, ben je in principe 10 plekjes kwijt en misschien 15. En dadelijk als het plein eruit gaat over een paar weken, ja, dat zal even een grote hap worden. Een grote hap en dat kost een paar centen, maar daar moeten we niet over zeuren. Maar ja, de infrastructuur moet aangepast worden. Want dan kun je zeggen, als je er nooit wat aan gedaan was, dan was hier een zandweg geweest. Dat rijdt ook niet zo lekker. Voorlopig zijn ze hier nog wel even bezig. Pas half november is het klaar. Maar dan is het hele winkelgebied klaar. Ook de rechte zandweg en voor de supermarkt. En dan is echt het plein helemaal af, 15 november. En ze zijn 2 weken eerder begonnen, dus ik denk dat we het iets eerder uit gaan. En ze gaan gelukkig met de bouwvak door. Dat is ook wel een voordeel dat het niet 3-4 weken plat gaat.